Mike van Duinen, hoe lang heb jij niet gescoord? Wat zal het zijn? Een uurtje? Een uurtje geleden? En daarvoor? Ja, even kijken. Heerenveen thuis, dacht ik. 13 uur en 55 minuten. Nou, kijk. Heb je wel eens. Mag je stellen dat je er naartoe was? Ja, ach. Ja, jullie zeggen het meer als dat ik er zelf mee bezig ben. Goed, het is een statistiek. Ja, het zijn er wel meer. Wat gebeurt er met je als je dan scoort? Want je zegt zelf dat je er niet mee bezig bent, maar volgens mij komt er ook een gigantische ontlading bij jou op dat moment. Ja, maar volgens mij doe ik wel elke keer redelijk hetzelfde als ik scoor. Dus ook vandaag. Nou, goed, het gaat wel door je hoofd, dat geloof ik niet anders. Ja, nou ja, tuurlijk is het lekker om als spits te scoren. En natuurlijk vind ik het lekker om doelpunten te maken, maar ik heb al vaak gezegd, het belangrijkste is dat we nu punten pakken. Had jij het gevoel bij de 2-0 dat het misschien wel een gigantische 6 of 7 klapper zou kunnen gaan worden? Nou, dat had ik niet zo snel, want al vrij snel zag je dat we toch wel lastig kregen en dat we toch wel teruggedrongen werden op een of andere manier. Dus ik had niet echt het idee dat het een walk-off zou worden. Hoe komt het dat jullie dan toch nog zo onrustig worden? Want jullie lijken die wedstrijd in de tas te hebben. Ja, lastig te zeggen. Ja, ik weet het niet. We kwamen er niet echt uit. Dus ik denk dat we moesten proberen meer naar voren te verdedigen en dat we dat te weinig deden. De conclusie is dat de wedstrijden van ADO nooit saai zijn? Nee, gelukkig niet. Maar vind je dat nou niet een keer relaxed dat je gewoon vanaf minuut 70 lekker laidback uit kan spelen? Ja, dat zal wel een keer lekker zijn, maar een beetje spanning is ook leuk. Ja, als het goed afloopt wel. Als het zo afloopt wel, dan mag het voor mij elke week zo. Nu, plaats 13 virtueel, dat kan verkeerd, hè? Ja. Je weet dat het zo dicht bij elkaar ligt, dus als je een paar keer als je een reeks neerzet, dan kan je in één keer staan waar we nu staan. Wat is er nou zo anders bij jullie? Geen idee. Het moet iets anders zijn volgens mij. Ja, ik weet het echt niet. Ik kan het niet verklaren. Heeft het met vertrouwen te maken? Nou ja, ik heb zich altijd wel vertrouwen gehad, dus persoonlijk bij mij ligt het niet aan het vertrouwen. Met het compacte spel? Ja, dat doen we wel wat meer. We proberen wat meer vanuit de gesloten defensie en de omschakeling wat te creëren. Ja, het is misschien niet het mooiste voetbal, maar nu moet dat maar even. En nu? Biertje kopen in de stad in? Nou ja, dat is wel even gezellig misschien, dus wie weet.